Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verslagere Keukens en Interieur, Pasto Entertainment en restaurant Linkerloetje in Schagen. Ik sta voor restaurant Linkerloetje in Schagen, want in deze aflevering van Dagelijkse Kost gaat chef-kok Erik Biersteker in de demonstratiekeuken van Verslagere een gerecht bereiden dat makkelijk thuis te maken is, heerlijk smaakt en er ook nog eens mooi uitziet. Maar voor hij dat gaat doen, gaan we eerst even in zijn eigen keuken kijken. Erik, deze keuken is jouw domein? Ja, dat klopt. Dit is mijn keuken en hier komt 's avonds al het eten vandaan. We zijn al druk bezig met voorbereidingen voor, ik hoop weer een drukke avond. Gaan we even kijken daar? Ja, is prima. Loop maar even met me mee, Kitty. Ja, Erik, er wordt hartstikke druk gewerkt hier. Waar ben jij mee bezig? Ik ben even een ossage aan het afvliezen. Want zoals je ziet, ik snij mijn vlees allemaal zelf. En dan kan je de kwaliteit goed in de gaten houden. En ik vind het ook heel leuk om te doen, gewoon het ambachtelijke van het koksvak. Je kan ook alles geportioneerd binnen laten komen, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Dus vandaar snij ik lekker nog zelf mijn vlees en daar ben ik nu mee bezig. Ja, ik zie dat er ook dingen naast liggen. Gebruik je die wel nog? Ja, ik gebruik allemaal. Ik bedoel, dat zijn vliesjes, dat doe ik in een bouillon. Dit zijn afsnijders, dat doe ik maak voor de koelersoep. Hier snij ik weer puntjes van aan de smikkelstok. Dus al het vlees wat ik binnenkrijg, wordt van begin tot einde wordt helemaal verwerkt. Ik gooi eigenlijk helemaal niks weg. Wanneer wist jij dat je kok wilde worden? Oh, dat is al heel lang geleden. Ja, ik wist het eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, dat lijkt me toch wel leuk om te gaan koken en zo. Toen ben ik de horeca ingegaan. Ik vond het fantastisch. Ik sta nu 6, 27 jaar in de keuken en bevalt me nog steeds prima. Dus ik zou eigenlijk niet weten wat ik anders zou moeten doen. Maar je was dus niet heel klein? Nee, ik was niet heel klein. Ik was, ik denk, 17 of 18 jaar dat ik contact met de horeca kreeg, zeg maar, echt intensief werken. Vroeger werkte ik bij Bolleboer en Rozenkast en dat soort dingen. Dus toen was het eigenlijk wel een heel andere stap om de horeca in te gaan. Maar het beviel me prima en 's avonds werken en in het begin, omdat je vrienden allemaal vrij zijn, is het best wel eens lastig. Maar dat went ook en ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. En heb je ook tijd om nieuwe gerechten uit te proberen? Ja, dat doe ik ook wel een beetje hier al. En soms maak ik thuis eens een keer wat lekkers. Maar onze kaart verandert niet zo heel erg veel. Want de gasten die hier komen, die komen toch specifiek voor de dingen die wij erop hebben staan. Dus als je er een keer wat afhaalt, een hardloper, dan blijven mensen erom vragen. Dus dat moet je echt niet in je hoofd halen. Want je wordt helemaal tussen aanhalingstekens gestoord ervan. Want ze willen toch hebben, zeg maar, wat allemaal in de krant staat. Dan gaan we straks naar Verslageren, de demonstratiekeuken waar jij gaat koken. Weet je al, natuurlijk weet je dat, wat jij gaat koken? Ja, ik ga een beetje een mediterraans visgerecht maken met avocado en tomaat. En ik ga een stukje witvis gaan grillen. En dan met een hele lekkere olijfolie met knoflook en verse peterselie gebruik ik als dressing. Dat doe ik over de vis heen. De combinatie is gewoon heel lekker en puur. Ik hou niet van hele dikke saus en zo bij mijn vis, want je proeft gewoon helemaal de vis niet meer. Dus vandaar hou ik het heel puur. Zullen we dat maar gaan doen? Ja, het lijkt me een heel goed idee. Nou, dan gaan we nu naar Verslageren om te koken. Ja, inmiddels staan we dus in de demonstratiekeuken van Verslageren, waar Erik Biersteker een maaltijd gaat maken die makkelijk thuis te maken is, heerlijk smaakt en er ook nog eens mooi uitziet. En Erik, wat ga je ook weer maken? Ik ga een avocado met tomaatjes en olijfolie maken. Er zit wat curry doorheen, wat koriander en wat zeezout. En ik doe er een gebakken stukje dorade bij, dus een visje uit de Middellandse Zee. En de combinatie is heel erg lekker, want het visje is ook een iets vettige vis. Een avocado is ook wat licht vettig, waardoor de combinatie heel goed bij elkaar past. Ik ga het dan bakken, maar het is ook heel makkelijk op de barbecue in de zomer te maken. Kan je hem dan gewoon op een rooster leggen, want valt zo'n visje niet deze, uit elkaar? Deze, als je hem gewoon op zijn huidje, kan je hem gewoon op het rooster leggen. En in de pan heb je er natuurlijk geen last van dat het uit elkaar valt, maar het is op een rooster gewoon te leggen en dan gewoon op zijn huidje, dat het krokant wordt en dan tot het gaar is en dan kan je meteen eten. Maar hier gaat hij dus gewoon de pan in? Ja, hier gaat hij in de pan. Waar ga je mee beginnen? Ik ga beginnen met tomaatjes blancheren, dat is het ontdoen van een velletje. En ik ga de avocado schillen en snijden
En nou ja, daarna ga ik de tomaatjes het zaad eruit halen en het velletje eraf. En dan gaan we het mengen en daarna gaan we de vis gaan we bakken. Oké, okay, dus de tomaten, moeten ze nog gewassen worden? We gaan ze eerst wassen en dan het kroontje eruit halen. Bij onze toverkraan, hè? Nou. We halen het kroontje eruit en maken we een heel klein kruisje erin, waardoor het velletje makkelijker loslaat zo direct. Zo. Ja, want je hebt wel een pannetje heet water staan. Die had ik al klaargezet, anders dan duurt het wat langer voordat het gaat koken. Ja, want als je het niet doet, dan hou je altijd die velletjes erin, hè, die ja, afgegaan klopt, zijn. Ja, dat klopt. Nou, doen we ongeveer 15 à 20 seconden. In het hete water pakken we een bakje met koud water waarin we de tomaat kunnen koud spoelen zo direct. Ik heb stiekem een beetje meegeteld. Ja. Ja. Je ziet, ziet het al, hè? Je ziet hem al een beetje losgaan. Nou, doen we ze in koud water. En dat is om ze niet te laten garen verder? Anders wordt het echt veel te gaar en dan wordt het toch een soort moes. En je kan er echt helemaal niks meer mee doen dan. Nou, laten ze even koud worden. Intussen gaan we de avocado schillen. Dat is een bruine, hè? Is dit een speciale? Dit is een bepaald soort, maar deze die zijn ook al goed gerijpt, waardoor ze goed zijn te schillen. En ze zijn ook te eten, want als ze niet rijp zijn, dan is het echt, nou, het is net een baksteen. En vaak als je ze koopt, zijn ze nog zo hard, hè? Ja, dat klopt. Alleen als je de aanduiding ready to eat neemt, zeg maar, dan zijn ze al klaar om te eten, zeg maar, waardoor ze, nou, ze zijn goed rijp en je kunt ze goed verwerken dan. En als ze nou nog hard zijn, wat moet je dan doen om ze zacht te krijgen? Nou ja, dan moet je ze heel lang laten liggen, maar dat gaat niet echt, dat lukken, gaat niet echt lukken. En soms dan worden ze wel zacht, maar dan zijn ze ook al helemaal bruin en zwart aan de buitenkant geworden. Dus, dan zijn ze ook niet meer leuk, nee, om te eten. Ook. Nee, en ze zien er ook niet meer mooi nee. uit. Nee. Ik ga even een bakje pakken om de schilling af te ruimen. Nee, je schilt zoals een aardappel. Ja. Nou, je ziet het al, mooi groen. Ja, het gaat er heel makkelijk af, die schillen. Het gaat er heel mooi, omdat ze mooi rijp zijn. Ja. Als ze niet rijp zijn, dan zit ook die schil heel erg vast. Soms dan schud je wel eens en dan hoor je hem eigenlijk al bijna dat hij los in de schil zit. Er zit een enorme pit in, hè? Ja, ja, het is ook een vrucht. Heel veel mensen die weten niet dat het een vrucht is. Okay. Maar omdat er een pit in zit, dan noemen we het een vrucht. Nou, dan snijden we hem zo door. Met je twee handen, draai hem een kwartslag. Kijk, en dan is hij open. Ja, heel makkelijk ziet het eruit. Dankjewel. Nou, de pit die kan je heel makkelijk met een lepel eruit halen. En dan heb ik een trucje, de pit die bewaren we altijd. Oh. Want als je hem gaat snijden en of geschild is en avocado en doe je de pit erbij, dan blijft hij mooi groen. Echt? Dat heeft een bepaalde werking. Ik weet niet precies wat het is, maar ik heb het echt in Mexico ook gezien. Oh. Er stonden echt hele bakken en het bleef de hele dag mooi groen, maar het zat ook helemaal vol. Hadden ze gewoon de pit erin laten liggen. Ja, want normaal gesproken wordt het heel gauw bruin, hè? Dan wordt het heel erg bruin. En dan moet je de citroen of zo bij doen? Om, ja, maar ook dan wordt het bruin. Ja? Ja. Het houdt wel enigszins iets tegen, maar het wordt toch op den duur wordt het bruin. Nou, daar hebben we er haast van gesneden. Nou ja, ik doe het. Doe je dus bij de pit? Doe ik bij de pit. Zo. Nou. Mes even schoonmaken. Even ja. Afspoelen. Nou, dan gaan we de tomaatjes even ontvellen. Nou, dat gaat ook heel makkelijk zo. Dat gaat heel makkelijk. Het is
Zijn dat speciale tomaten? Want ze hebben een beetje langwerpige vorm. Dit zijn pomodori tomaten. Zelf vind ik ze wat voller van smaak. Want de Hollandse tomaten, ja, die vind ik eigenlijk alleen in de zomer echt lekker. Als ze veel zon hebben gehad. Waardoor ze een bepaalde, ja, dan worden ze wat zoeter. Maar in de winter zien ze ook vaak niet echt rood. Nee. En pomodori die zijn eigenlijk het hele jaar door wel aardig rood. Italiaanse tomaat. Italiaanse tomaat. Hij is ook wat vleesiger. Nou, ik vind hem ook wat voller van smaak. Nou hebben we natuurlijk ook Hollandse vleestomaten. Hè? Maar, dat klopt. Ja, die hebben ook wel ietsje meer smaak, maar toch ook niet in deze tijd veel. Nee, in de winter zijn de Hollandse tomaatjes niet echt, echt lekker. Zo. Nou, we hebben de tomaatjes gepeld. Ik ga dit even opruimen. Ja, dat is heel belangrijk geloof ik als je kookt, hè? Dat je je werkblad een beetje schoon houdt. Ja, dat is vrij belangrijk, maar het is ook wel handig als je ruimte overhoudt om op te werken. Niet dat alles bezaaid ligt met spulletjes. Nee. Deze aan de kant liggen. Zo. Nou, nu snij ik hem eerst in vieren. Dan halen we het zaadjes eruit. Ik heb nu een groot mes, maar ja. Een scherp mes. Je kunt ook gewoon een kleiner mes gebruiken. Dat is net een beetje wat je handig vindt. Jullie snijden ook op een speciale manier. Ja, hè? Het is een beetje een golvende beweging. Je houdt altijd contact met je snijplank, zeg maar. Waardoor je de kans dat je in je vingers snijdt heel klein is. Omdat je, ja, al ga je zeg maar los in de lucht, dan kan je hem niet begeleiden. Nou. Andere tomaat. Ja, de pitjes en alles gaat eruit. Ja. Ja, dan kan je eventueel nog een in de soep gooien. Ja. Ja, want als jij kookt in het restaurant, gebruik je dan ook, gooi je dan veel weg? Nou, de bedoeling is om zo weinig mogelijk weg te gooien. Want ja, alles wat je weggooit is zonde van het geld. Het is de bedoeling dat je eigenlijk alles kan verwerken. Dus ja, hier kan je ook bijvoorbeeld een dressing van maken of wat ik al zei, in de soep gooien. Dat je dus alles gaat verwerken. Ja. Even een bakje. In dit geval niet? Nee, nu even niet. Nou, dan gaan we even de olijfolie maken die bij de vis komt. Dat is een hele mooie fles. Apart model. Dat is een, San Mauro. Dat is een hele mooie koud geperste olijfolie uit Italië. Goede kwaliteit. Nou, dan gaan we een shallotje snipperen. Heeft ook een speciale vorm. Ja, dit zijn banaanshallotten. Je hebt ook gewoon kleine slotjes, rondjes. Ik vind deze makkelijker werken omdat ze wat langer zijn. Dan kan je hem ook wat makkelijker snipperen en snijden. Gaat in de olijfolie. Die doen we alvast erin. Snij hem even in. Dat is ook wel handig hè, om het zo te doen. Dan krijg je een mooie bruine waas. Ja. Ja, als je uien snijdt. Is het zaak dat je zo min mogelijk het product beschadigt. Dan krijg je echt, dan hou je de smaak veel lekkerder. Anders krijg je zo'n hele vieze, penetrante lucht krijg je ervan. Dat is niet echt prettig. Zo. Nou, doen wat peper erin. Ik had wat zeezout meegenomen. Oh ja. Fleur de sel. Het is grover dan normaal zout. Grover. Smaakt het ook anders? Je hebt heleboel verschillende soorten zeezout. En die allemaal ze hebben eigenlijk allemaal een andere smaak. Dus, ja. Waardoor heb je deze bewust uitgekozen? Ja, dit is een beetje een neutrale. Maar je hebt ook met andere smaakjes. Dan ruikt het al heel anders. Waardoor je ook een andere smaak aan je gerecht kan krijgen. Ja, ja. En doe een klein beetje currypoeder erin. Half theelepeltje. Nou, ik doe nog een klein beetje olie erbij.
Ja. Twee teentjes knoflook. Ja, knoflook is ook heel, heel belangrijk in een heleboel gerechten. In een heleboel gerechten. Ik vind het zalig. Het ruikt lekker, ja. En het is ook heerlijk in je gerecht. Afruimbakje nog eens. Nou, we gaan even de knoflook pellen. Nou, dat doet ook iedereen op zijn eigen manier. Ja, ik doe het nu even zo. Soms, als ik een heleboel moet doen, dan laat ik ze eens de week in water. Dan gaan de velletjes al loszitten. Okay. En dan gaat het nog sneller met schillen. Dankjewel. Nou, dan gaan we de knoflook fijn hakken. Dat gaat er dus ook bij? Dit gaat er ook bij. Het is ook, als je weet wat je dit gaat maken, is het ook handig als je dit van tevoren al gaat maken. Kan je de smaken, die gaan dan mooi alvast intrekken. Even mijn doekje schoonmaken. Even de boven. Zo. Nou, even gehakte peterselie erbij. Ja, peterselie is ook iets dat vaak gebruikt wordt, hè? Ja, dat is ook lekker voor de kleur. Mm-hmm. Dat geeft ook een extra smaakje aan je dressing. Je ruikt het ook, hè? Je ruikt het heel. Ja. Altijd belangrijk dat je echt verse producten neemt, want als het al een heel tijdje ligt, dan ruikt het niet meer zoals als het nu ruikt, zeg maar. Nee. Nou, het mag, dit is fijn genoeg. Het hoeft niet heel erg fijn, omdat je het niet hoeft te strooien. Zo. Nou, gaan we even mengen met de lepel. Een beetje erbij. Zo. Het ziet er echt wel heel lekker uit. Nou, doe een klein beetje. Doe de avocado met tomaat. Om het even aan te maken. Dat is goed voor de smaak. En inderdaad, het verkleurt niet. Nee, het blijft mooi groen. Ja. Lekker fris. Ja, als het bruin is en bijna naar zwart toe gaat, ja, het ziet er helemaal niet meer smakelijk uit dan. Nee. Ja, het is toch de bedoeling dat als het er mooi uitziet, dan krijg je meteen wat meer zin om te eten. Ja, zeg maar. Precies. Nog wat peper erbij, de smaak. Ja. Zo. Even proeven. Nou, er mag voor mij nog iets zout bij. Ja, want dat is heel belangrijk, hè, dat je proeft. Zo. Ja, je ziet dat die avocado die is wat vettig. Ja. Als je dan een beetje mengt, hij laat een klein beetje los van zichzelf, maar het blijft toch heel. Mm-hmm. Zo. Nou, even mijn blad zo maken. Even kijken, dan hebben we de doraden. Ik heb ze laten fileren als een haring bij de visboer. Dus zijn maagje is eruit, de middengraat is eruit. En daarna heb ik hem gewoon losgesneden, zoals u hier ziet. Het zijn twee filets, dus eentje per persoon. Doe maar peper en zouten. Is het een vis die vaak gebruikt wordt? In de Spaanse keuken en in de landen onder de Middellandse Zee wordt er heel veel mee gekookt. Het is ook een enigszins goedkope vis, dus het is aantrekkelijk voor de portemonnee. Mm-hmm. En je kan hem bakken, je kan hem grillen met een barbecue, is lekker. Je kan hem in vissoepen verwerken. Ja, eigenlijk is het voor heel veel doeleinden is het geschikt. Ja. Al ben je op vakantie in Spanje, dan zie je hem ook heel vaak bij een restaurantje. Dan hebben ze meestal een vuurtje
En dan doen ze hem op een stuk bamboestok. En dan tegen bij het vuur, alleen zeezout eroverheen. En dan wordt hij gaar geroosterd door de barbecue. Oh ja. Dit zijn de trostomaatjes. Die bak ik zo direct ook even mee in de olie. Dat is mooi als garneringen. Ja, die krijgen meteen een lekkere smaak daardoor. En een lekkere smaak. Dus de suiker uit de tomaatjes die gaan karamelliseren een beetje. Dus dat is heel lekker. Nou, laten we even de olie warm worden. Dan gaan we in de tussentijd even de borden opmaken. Even kijken. En jij kookt nu hier op inductie. Hoe koken jullie zelf? Nou, ik heb op het bedrijf heb ik een hele grote houtskoolgril. Daar doe ik mijn vis en mijn vlees doe ik daarop. En we hebben een fornuis. Daar bak ik mijn aardappel en mijn groenten en alles. Bak ik daarop. En de vlees en de vis wordt allemaal op de houtskool barbecue bereid. Nou, ja, dit is zo'n mooie ring, hè? Mooie steker. Ja. Daar kan je een mooi taartje van maken, waardoor het mooi strak op het bord komt. Maar ja, je hebt ze in alle maten. Ja. Dus maar ja, het moet een beetje in proportie zijn. Zo. Nou. We krijgen een visite. Ik heb hem nog een beetje over. Dus ja, we kunnen nog twee borden erbij doen. Moet hij heel heet worden? Die ja, hij moet even. Nou, wordt al een beetje warm. Maar ja, als je in de zomer lekker je barbecue aan hebt, dan is hij al warm en dan leg je hem erop. Ja, het is belangrijk dat je het op de huid doet. Ja, dat is lekker. Dan krijg je een krokant. Nou, dat moet nog heel eventjes. Ja. Nog heel eventjes. Is het niet helemaal heet? Blijft het nou leuk om steeds te koken? Ja, nou ja, soms natuurlijk een dagje heb je niet zoveel zin. Maar dat is natuurlijk met alles. Bij metselaar of tegelzetter. Je hebt altijd wel een periode dat je denkt van, ja, ik zou nu wel eens wat anders willen. Maar goed, dan dat gaat ook weer weg en dan heb je er weer zin in. Dus, en jullie eten altijd voor die tijd, hè? Ja, wij eten altijd om 16:30 met z'n allen. En kook jij dan ook? Ja, ik kook meestal. Nou, mensen denken wel eens van, nou, dan eten jullie vast elke dag biefstuk. Maar dat is niet zo. Ook Hollandse pot of een stukje vis of pastaatje, nasi, bami. Van alles wat. Hij moet eigenlijk eten zijn. Kijk, je ziet hem helemaal... Ja, hij moet eigenlijk even nog heter. Gaat heel snel, hè, volgens mij, als je eenmaal hoger gezet hebt, dat die... Nou, ja, ik ben nog een beetje onhandig met inductie. ja, dat kan ik me voorstellen, als je dat niet gewend bent. Ik heb echt nog nooit met inductie gekookt. Nee. Maar eens kijk, zie je hoe snel het gaat. Ja, je hoort hem al pruttelen. Ja. Heel goed, Kitty. Nou, ik doe zo af toch ook nog wat, hè? Zo. Gaan de tomaatjes erbij. Tomaatjes even bij. Wordt meteen een mooi plaatje in de pan, hè? Het mooi plaatje, dat rood fleurt helemaal op. Ja. Heb jij een favoriete gerecht wat je graag maakt? Nou, ik vind visgerechten vind ik op zich wel heel erg leuk. Omdat je er heel veel dingen met kleur en zo kan combineren en smaak. Maar een goede lap vlees, dat geef ik ook wel mijn voorkeur aan. Dat vind ik ook heel leuk om te maken. En maken jullie ook wel eens iets voor mensen die niet weten van tevoren wat ze gaan eten? Dat ze een verrassing willen. Ja, dat doen we wel eens, ja. Als mensen zeggen van, nou, ik wil me laten verrassen door de kok. Dan maken we een vraag hoeveel gangetjes ze willen. En dan maken we 3, 4 of 5 gangetjes voor de gasten. En vind je dat ook leuk? Vind ik heel leuk om te doen. Vragen we wel van, zijn er dingen die je niet lust? Want anders zet je iets op tafel dat je denkt van, dat de mensen denken, oh jee, dat lust ik helemaal niet. Dus, nou, draaien we vis even om. Het ziet er inderdaad een beetje uit als haring, hè? Alleen dan wat breder. Ja. Zo,
Nee, zie je dat? Een beetje een lichtbruine huidkleur. Ja. Met ook krokant dan. Mm-hmm. Nou, moet ik zeggen, ik vind het niet zo lekker om je huid te eten. Dat is heel verschillend, hè? Mensen doen het wel of niet, hè? Ja, precies. Maar de visboer heeft de schubben er al afgehaald. Dus in principe is het gewoon goed te eten. Maar inderdaad, je moet er wel van houden. Ja. Ik wou net zeggen, de tomaatjes. Tomaatjes, het is wel makkelijk als die steeltjes nog aan zitten. Pakken. Ja, klopt. Ja. Oh ja, gaat het meteen heel lekker ruiken. De marinade. Knoflook en de ui en de peterselie. Het ziet er echt mediterraan uit zo. Het is mediterraan. Ja. Heerlijk. Vind ik ook een hele mooie keuken ook om mediterraans te koken. Maar vaak is het ook hoe simpeler, hoe lekkerder. Ja, dat klopt. Maar je proeft echt nog wat je eet, zeg maar. Als je een heleboel sausen en alles erbij doet, je weet helemaal niet meer wat je eet dan. Nu ga je echt nog vis proeven. Ja, ook natuurlijk knoflook. Maar je blijft dicht bij de basis van het gerecht, zeg maar. Ja, en die tomaatjes die gaan natuurlijk ook heel lekker smaken door wat erbij zit. Ja. Nou, een beetje roeren. Nou, wel een mooi goudbruin. Ja. En hoe weet je nou wanneer het gaar is? Ja, dat is ook een beetje gevoel. Ja. Ja, want als mensen naar thuis dat willen maken of gaan maken. Ja, maar als ze naar thuis, dan kan je ook gewoon hier een beetje kijken. Zo. Dan denk je, oh dan ja. Dan zie je van, oh, dat is mooi. Ja. Als je het nog helemaal grijs ziet, dan is het nog helemaal rauw. Ja. Maar het wordt nu glazig. Dus dan is hij gaar. Even. Hier. Het bord even. Nou, dan kan je zelf maar kijken hoe om je hem doet. Ja, of je hem ik vind zo... het wel mooi met de huid omhoog. Want dan heb je een mooie voor de kleur. Ja. Maar Het is ook wel heel leuk dat je zo'n heel trosje erbij krijgt dan, hè? Ja, dat heeft ook een beetje een smakelijke uitstraling. Ja. Ja. Altijd even veel geven. Ja. Anders krijgen de mensen. We krijgen ruzie aan tafel. Ja. Ja, want het wordt vastgeteld. Nou, dan doen we nog een klein beetje. Oh, heerlijk. Er is vinger overheen. Zo. En we garneren hem even af met een Siso Purple. Dat is een heel kruidig plantje. Ziet wel heel leuk uit. Dat is heel lekker in combinatie met vis. Ja, geweldig. Zo. Nou, dit is mijn gerecht. Ja. Eet smakelijk. Ja, en wat voor een wijnadvies heb je daarbij? Oh ja, ik heb een lekkere Chardonnay. Dat is een wat vettigere wijn. Omdat je best wel met knoflook en uien, of shallot in dit geval, avocado, wat curry, koriander, dat zijn echt wel krachtige smaken. Dan moet je er ook wel een beetje een krachtige wijn bij hebben, anders dan... in combinatie met eten, dan proef je de wijn niet meer. Omdat het eten dan qua smaak overheerst. Het kan ook zijn dat de wijn te krachtig is. Dan proef je het eten niet meer. Dus het moet een beetje in balans zijn. Ja. Dus ik heb gekozen voor deze Chardonnay. Oké. Okay. Nou, wij gaan het lekker proeven. En mochten jullie nou thuis denken van, nou, wij willen het ook wel eens proberen. Het recept staat op de website www.schaagfm.nl onder het kopje dagelijkse kost. En als jullie willen laten weten hoe het smaakte thuis... Stuur even een e-mail naar dagelijksekost@schagenfm.nl. Volgende week staan we hier weer met een andere kok. Dat is Roy van der Weel van Wonders Eten en Drinken. Ja, en ik heb het al vaker gezegd. We gaan natuurlijk niet vertellen wat hij gaat kopen. Graag tot dan.